Het e mail surfsystemen systeem ja, van, van gedetineerden... Ja. Ja, ja. kunnen zij nog met alle mensen communiceren? Maar wel onder een soort van toezicht? Ja, een soort van, soort van toezicht. Dat, dat, dat is ook de vraag... Is E-mail e heet dat of zo? E e ja. 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 Is het toezicht vooraf of achteraf? Maar ik heb twee moties ingediend die dinsdag in stemming komen... Uh, om in ieder geval voor deze categorie criminelen... Dus helemaal hier, te stoppen? Helemaal te kappen. Ze ja. gaan maar gewoon met de hand schrijven, vooraf controleren... Checken bij de gehele opsporing mm. en dan pas versturen. Je kan geen risico nemen, want deze mensen zullen alles okay, aan dat doen. Dat wordt het voorstel dinsdag. Gaat dat er doorkomen? Ja, heb ik dat de coalitie niet. gaat voorstemmen? Ik weet niet of de coalitie gaat voorstemmen... maar ik heb een vurig pleidooi gehouden en ik zag wat instemmend geknik. Dus ik ga ervan uit dat het lukt. Denk je dat zoiets echt het verschil gaat maken? Hm. Uh, dat maar ook nog veel, veel meer andere dingen. In Nederland is het zo, ook zo dat ja. lang Dus mensen die dus levenslang zitten, die zitten naast iemand die uh, bijvoorbeeld drie maanden ja. heeft. Ja. Nou, dat is ook, natuurlijk ook een heel groot ja. risico. Dus ja. wat ze in Italië veel beter doen, is lang en kort uit elkaar. Desnoods in speciale inrichtingen. Ja. Zet alle levenslang gestraften in Nederland in een aparte inrichting. En ja. daar kun je ze okay. ook nog heel humaan behandelen. Want daar, daar pleit ik dan natuurlijk wel voor. Maar uh, zorg in ieder geval dat ze niet uh, die ja. lijntjes naar buiten ja. kunnen hebben. Maar daar, ja.